Zo jongens, meiden, wij gaan kijken naar les 4 van blok 6. In les 4 van blok 6 gaan we een aantal dingetjes halen, ook een paar nieuwe dingetjes. Ik loop er eventjes rustig doorheen. Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding. Nou, dat klinkt heel moeilijk. Ik ga daar wat voorbeelden aan laten zien, dan zul je zien dat het op zich wel meevalt. Nou, je ziet een digitale klok. 24 uur klok, hebben we het al over gehad. Is het tussen 0 en 12, dan zitten we in de nacht en in de ochtend. Is het tussen 12 en 24, zitten we in de middag. Dit is dus in de middag, 8 minuten over 3. Daar staat een verhaaltje bij. Marieke reist met de trein. Om 4 uur komt de trein aan op het station. Hoe lang duurde de treinreis? Nou, ze bedoelen om 4 uur 's middags. Voor de duidelijkheid, hier staat inderdaad om 4 uur. Ik had dan liever gehad dat er zou staan om 1600 uur. Bij de tijd gaat het om 60, niet om 100. Oftewel, ik moet dit aanvullen tot 60. Ik heb 8, ik doe er 52 bij. En dan kom ik op 60. En dan zie je daar dat 52 minuten het juiste antwoord is. Gaan we nog naar een volgende. Tim is aan het voetballen met vrienden. Om 5 uur gaat hij naar huis. Hoe lang heeft Tim gevoetbald? Nou, hij begint om 2 minuten over 4. Dat betekent dat er nog 58 minuten voorbij gaan voordat het 5 uur is. Dus hij heeft 58 minuten heeft hij gevoetbald. Moeten we weer naar de 60. Mieke kijkt tv. Om 19 minuten over 9 is het programma afgelopen. Hoe lang heeft het programma geduurd? Hier komt dat met het uuroverschrijding. Want het is op deze klok 8:30 in de avond. Dat betekent dat ik hem eerst aan ga vullen tot 9 uur. Want in de vraag staat om 19 minuten over 9. Nou, 30 minuten. Dan heb ik 9 uur. Dan moet er dan nog 19 minuten bij. Dus dat is 30 plus 19. Dat is 49 minuten. En dan zie je dat daar het juiste antwoord staat. Nou, dat zijn dit soort sommen dus. Dan de volgende, een nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding. Moet je goed opletten wat er eigenlijk in het voorbeeld staat. In de huiskamer staan verschillende planten. Lieve geeft iedere dag de planten water. Het kost 4 minuten om elke plant water te geven. De begintijden zijn in het rooster aangegeven. Vul de eindtijden in. Inderdaad, je ziet hier staan begintijden, de verschillende planten. En die staan al ingevuld. En je ziet hier inderdaad 10 over 11 begonnen, 14 over 11 klaar. 5 over 6 begonnen, 9 over 6, dat zijn 4 minuten. Oftewel, de vetplanten, 10 uur 52, doe er 4 minuten bij. 10 uur 56, dat is dus 4 minuten voor 11, dat ze klaar is. Doe er nog eentje. 12 minuten over 3. De kapper knipt in 20 minuten iemands haar. Hoe laat is de kapper klaar? 12 plus 20, 15 uur 92, oftewel 2 over 3:30. Marnix heeft heel veel speelgoed gekregen voor zijn verjaardag. Hij speelt met elk speelgoed 12 minuten. De begintijden zijn weer aangegeven, vul de eindtijd in. Nou, 12 minuten. Dit is 12 minuten, dat is 12 minuten. Bij 13 komt 12 bij, dus dat wordt 15:25. Oftewel 5 voor 3:30. Ordenen van informatie in een gegeven tabel. Dat is niet meer dan dit lezen en het vervolgens daar invullen. Oftewel, er leven 12 honden, daar 12 invullen. 18 katten, daar 18 invullen en 7 konijnen. Kijk maar, ik laat het zien, ik toon het antwoord. Dus dit is gewoon een kwestie van goed lezen en goed kijken. Bij de opgraving hebben ze 3 kelken, 2 zwaarden en 13 munten. Dus 2, 13, 3. Op die manier. Goed lezen. Het ordenen van meervoudige informatie in een gegeven tabel. Ja, hier is een verhaaltje dat is wat langer. Dat is eigenlijk het verschil. De fietsenmaker heeft cursussen banden vervangen. Die doet hij voor beginners en gevorderden. Dat zien we hier ook, hè? Banden vervangen beginners, banden vervangen gevorderden. Daar staat de tijd. Nou, allerlei informatie die je krijgt. Voor de cursus voor gevorderden om 9 uur hebben 10 mensen zich ingeschreven. Dan moet ik dus een 10 invullen. Voor de cursus beginners om 10 uur hebben 14 mensen zich ingeschreven. Dus 10, 14. Controleren of dat klopt. Ja, klopt. Doe er nog eentje.
In het magazijn wordt bijgehouden hoeveel producten op elke locatie zijn. Het schema is niet helemaal compleet. Per locatie, Utrecht en Houten, we hebben shirts, we hebben broeken en we hebben jurken. Even kijken, in Utrecht liggen 21 jurken, dus daar moet ik 21 invullen. En in Houten liggen 76 shirts. Gaan we kijken. 76, 21. Klopt ook nog. Kwestie van goed lezen. Goed kijken. Nou, berekenen van een afstand met schaallijn in afbeelding. Dat betekent dat je bij elke afbeelding een schaal te zien krijgt. Kijk maar. Ik geef je nu al een tip. Bekijk die elke keer, want die kan veranderen. Dat betekent dat elk stukje een kilometer is. Ja? Nou gaan we naar de vraag kijken. Gideon loopt van het station via de molen naar het restaurant. Van het station via de molen naar het restaurant. Dat is dus 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer, 6 kilometer, 7 kilometer, 8 kilometer, 9 kilometer. Controleren. 9 kilometer. Klopt ook nog. Dan kan het ook zijn dat hij er zo uitziet. Nou, hoeveel kilometer neem je altijd de kortste route? Je moet hem even openklikken om hem groter te maken. Ja? Van het restaurant naar het politiebureau. Van het restaurant naar het politiebureau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En het is weer 1 kilometer. Dus dat is 8 keer 1. Dat is 8. Klopt ook nog. Let op. Ik had deze al gezien. Kijk, hier is hij 2 kilometer. Dus bekijk dat bij elke opnieuw. Omzetten van percentages en breuken. Hey, ik heb hem hier gewoon klaar liggen. Jullie zagen ondertussen wat speelgoed van de kinderen op de tafel liggen. Daar komt u weer. Die hebben we weer nodig. Ja? Staat dus nummertje 6. Berekenen van een deel met een breuk. Ja, dat is een verhaaltje en daar heb ik even een plaatje bij gemaakt. Die ga ik zo openen. Supermarkt Anne van der Jas had 84 kilogram drop in de schappen liggen. Aan het einde van de dag is 1 vierde deel verkocht. Hoeveel kilogram is dat? Nou, alles is 84. Het ging om 1 vierde deel wat verkocht is. Dus dat delen we door 4. Als we dat delen door 4 is 21. Dus als we 1 vierde hebben verkocht is dat 21. En dat klopt precies. Die doen we nog eentje. Deze had ik gepakt. Supermarkt Anne van der Jas had 33 kilogram brood in de schappen liggen. Aan het einde van de dag is 1 derde deel verkocht. Hoeveel kilogram is dat? Nou, alles is 33. Het gaat om 1 derde. Dat delen door 3 is dus 11. En dat klopt ook nog. In de snoepwinkel lag 800 gram aan spekjes. Aan het einde van de ochtend is 3 vijfde deel verkocht. Hoeveel gram spekjes zijn dat? Nou, alles is 800 gram. Dat delen we eerst door 5, want we willen eerst weten wat 1 vijfde is. Dat is 160. En dan moeten we 3 stukjes pakken. Dus dat is 3 keer 100. Dat is 300. En 3 keer 60 is 180. Samen 480. Klopt dat? Uit mijn hoofd. Klopt. Helemaal. Dat dus. En de laatste, bepalen van een breuk met aantallen. 14 van de 56 appels zijn groen. Welke breuk hoort daarbij? 14 van de 56. 14 56ste, want die streep, daar zeggen we van de tegen. Kijk even hier. 14 van de 56. De regel is dan dat je eerst kijkt of je de grootste kunt delen. He, dus je kunt de noemer kun je die delen door de teller. En ja, dat kan in deze keer, want die past er 4 keer in. Dus dat betekent dat we die allebei door 14 kunnen delen. Kijk maar, 56 gedeeld door 14 is 4. 14 gedeeld door 14 is 1. Ja, gaan we er nog eentje doen. Van de 45 plaatsen in de bus zijn er 15 bezet. Dus 15 van de 45. Hé, dat is dus 15 45ste. Hé, en 45 kunnen wij delen door 3, dan hebben we 15. Dus deze twee kunnen we allebei delen door 15. Kijk maar.
Deel ik 15 door 15 heb ik 1. Deel ik 45 door 15 heb ik 3. Ja. Volgende. Van de 64 reizigers zijn er 16 vanaf Schiphol gevlogen. Welke breuk hoort daarbij? Nou, 16 van de 64. Oftewel 16 64ste. 16 past 4 keer in 64. 16 gedeeld door 16 is 1. 64 gedeeld door 16 is 4. Dan kan het best zijn dat jij een breuk krijgt waar dit niet mogelijk is. Dat dit niet goed past. Hè? Dus dat je niet de teller en de noemer door hetzelfde getal, hè, door de teller kunt delen. Dan begin je bij het delen door 2. Dan kijk je of dat dus lukt. Nou, bijvoorbeeld 8/28ste. 28 kan ik niet delen door 8. Dan ga ik eerst kijken, kan ik die allebei delen door 2? Ja, dat kan ik. Dan krijgen we 4/14. Maar kan ik hem nog kleiner maken? Ja, ik kan hem nog kleiner maken. Deze kan ik ook weer delen door 2. Dus dan deel ik die eigenlijk door 4. En dat wordt dan 2/7. Kan ik hem dan nog kleiner maken? Nee. Dat is het kleinste dus. Nou, dat was hem. Succes weer.